De Winter. Ontzet richting Jakovenko, die kan doorkoppen. Richting Paulo Henrique. Dan een slechte terugspeelbal van Matuko. De Kelver, Courtois. Die save was meer dan nodig. 10 minuten zijn we onderweg. Veel middenveldspel. Dan toch plots een kans. Na die slechte terugspeelbal van Matuko. Daar zat Dieter de Kelver goed tussen. En dan de goede redding ook van Thibaut Courtois. Van Oudenaarde. Die probeert Van Heerde te zoeken. Van Heerde komt naar binnen. Farsi heeft een goed schot. Farsi. Maar ze proberen het centraal. De uithaal. Ja, een meter of 5-6 naast. Maar toch weer dreiging van de kant van Westerlo. Rachid Farsi. Het bestuur van Racing Genk kijkt toe hoe Westerlo een hoekschop mag nemen. Even voor het half uur zijn we. En het is moeilijk om de ballen goed te trappen. Invloed van de wind. Nu Van Heerde misschien met de uithaal. Ja, het scheelt niet veel. En Rio Van Heerde. Heel veel invloed van de wind op het spel vanavond. Dus proberen beide teams de ballen laag te houden. Zoals hier ook Van Heerde. Net naast. Goeie kans, Westerlo. Vossen en Barda. Teuger is ook mee naar voren geslopen. Elianif Barda. Klaarleggen voor Hubert. De uithaal van Hubert. Mooie schot. Mooie poging. De winter goed plat. David Hubert. Meteen diep Barda zoeken. Dat is een goede bal van Hubert. Als Barda erbij kan. En Barda kan erbij langs de winter. Vossen staat voor doel. Wat doet Barda? Naar Vossen. Oh, die mist die bal. Jelle Vossen. Reuze kans. Beste kans tot nu toe in de wedstrijd. Gevaar nog niet geweken. Dugarry. Vossen nog eens. En weer half naast de bal. Wegkans deze keer. De uitstekende paas van Hubert. Barda op snelheid langs de winter. En dan wacht hij op Jelle Vossen. Uitstekend gedaan. Maar wat laat Vossen daar liggen? Overtreding van Matuku tegen de Kelver. Een vrije trap in het voordeel van Westerlo. Alexander Jakovenko achter de bal. Draagt door de wind weer die bal en die gaat erin. Het is 1-0 voor Westerlo en het is Dieter de Kelver die Westerlo op voorsprong komt. Eerst die grote kans voor Racing Genk aan de overkant. Maar de topschutter Jelle Vossen liet die liggen. En dan plots de 1-0 voor Westerlo. Dieter de Kelver, tweede basisplaats, tweede doelpunt. Ook vorige week scoorde hij tegen Cercle Brugge. En nu dus tegen de competitieleider. De vrije trap van Jakovenko en het achterhoofd van de Kelver doet de rest. Courtois geklopt, 1-0 Westerlo. Jelle Vossen geeft die bal mee met Buffel. De reactie van Genk op de 1-0. De voorzet van Buffel, Barda! Oeh, centimeterwerk. Elianif Barda, hoe dicht kan je bij de gelijkmaker zijn? De voorzet van Buffel en dan Barda. Hij doet het eigenlijk goed, maar net niet goed genoeg. Van Oudenaarde met de ingooi richting de Kelver. Krijgt die bal toch bij Henrique. En nu weer de Kelver. Goed werk van Westerlo. Voorzet en Henrique. Ah, kreeg daar toch te veel vrijheid. Centraal achterin bij Genk. Westerlo gaat rusten met een 1-0 voorsprong. Jakovenko opgejaagd en bal kwijt aan Vossen. Als hij die kan meegeven met Barda op het juiste moment. Dat gebeurt en Barda gaat scoren. Jawel. Hoe lang spelen we? 45 seconden in de tweede helft. En het staat 1-1. En eigenlijk ligt het balverlies van Alexander Jakovenko aan de basis van de gelijkmaker. Geen buitenspel. Paasje van Vossen naar Barda. En die maakt zijn zesde van het seizoen. Alles opnieuw te herbeginnen. Nu kan Westerlo misschien uitkomen. Nee, Van Heerde laat die bal zomaar liggen voor Buffel. Dan de tackle met de voet vooruit van Korsjes. En wat doet Vervecke? Heel wat tumult. Wat gaat Vervecke doen? Ha, rood voor Wouter Korsjes. Daar komt Buffel. En daar komt, oeh, twee voeten vooruit. Ja, terecht.
Terecht een rode kaart voor Korsjes. Kijk eens aan. Vervekje heeft het bij het rechte eind. Westerlo moet dus nog 34 minuten met 10 spelen. Blijft er nog een vrije trap over natuurlijk voor Racing Genk. Met Teuzer en Hubert. Daar komt de bal van Teuzer. En binnengetrapt via de palen. Nee, hoe kan die bal er nog uit geraken? Erik Matuku, dat willen we nog wel eens zien. De vrije trap van Teuzer, daar komt Matuku. Binnenkant paal. Dit is hier niet vaak. Maar het blijft wel 1-1. En zomaar weggetrapt. Westerlo slaagt er niet meer in de bal in het eigen team te houden. Wat van slag. Jelle Vossen draait zich goed vrij. En dan Barda meepakken met de borst. Barda sneller dan de Winters. Krijgt die bal nog in het zijnet. Niet meer in het doel. De hoek was te scherp geworden. Maar weer Racing Genk. Anele. Opnieuw Hubert. Richting Dugarry. Altijd met chef delen. Weer handig van Dugarry. Barda met wat ruimte. Barda mooi op de benen van Kools. En wat een save van Yves de Winters. Op de inzet van Elianif Barda. Genk doet er alles aan om deze partij nog te kunnen winnen. Maar dan moet het wel voorbij de Winter geraken. João Carlos. Fabien Camus in de ploeg gekomen voor Teuzer. Met een uitstekende opening op Dugarry. Dugarry deelt er naartoe. Dugarry er makkelijk voorbij. Maar dan een zwak schot van Dugarry. Kijk eens naar de woede van de supporters. Poedil. Jelle Vossen. Daar is Racing Genk opnieuw. Vossen! Ja, stevige uithaal weer. Zoals we hem kennen, Jelle Vossen. De Winter heeft heel veel werk vanavond. Camus naar Dugarry. Kort genomen hoekschop. Dugarry tegen de Kelver aan. Camus rechtstreeks voor doel. Oeh, bovenkant lat. De Winter komt hier goed weg. Nog niet gedaan. Dugarry. Bal blijft hangen. En nu Barda. Weer de Winter. Goal voor Racing Genk wil niet vallen. De ene kans na de andere voor Racing Genk. Maar voorlopig geen 1-2. Limbombe met de voorzet. Weggehaald door Mravac. En Modubi vindt het delen. Einde van de wedstrijd. En Racing Genk is op een gelijkspel blijven steken. 1-1. 1 op 9. Dat zijn niet zo goede cijfers.